Ik ben nu bezig aan de, dit is de pomp voor het grijze water. We hebben hier een apart leidingssysteem, dat is voor het huishoudwater, grijs water wordt dat genoemd. Dit is de pomp ervan. Die komt in een waterkelder, die zit daar. Dus daar wordt die vanmiddag in gemonteerd. Ik ben er nu de aansluitdingetjes allemaal aan het maken ervoor. De pomp komt zo in de kelder. Deze wordt dan aangesloten op de waterleiding. Dit is de zuigleiding van de pomp. Die hangt aan een vlotter. De vlotter drijft in het water. Haalt hij steeds mooi het water van de bovenkant. Dus niet het vuile water van onder. Maar hij pakt het bovenste water. Pakt hij totdat hij op niveau is. En dan stopt hij weer. Dan is er weer via deze vlotter. Wordt hij weer, dat is dan gewoon water. Dus tapwater. Wordt weer in de kelder bijgevuld. Hij gaat weer een beetje omhoog. En zo is eigenlijk het systeem. We hebben hier, dit is voor toiletten, spoelkranen. Het is geen drinkwater. Dus het moet, het is echt voor huishoudelijk gebruik. Hij geeft 3 atmosfeer. Dat is een constant druk die hij geeft. Bij 3 atmosfeer schakelt hij uit. Wordt hij wat lager, schakelt hij weer in. We houden dus een leuke, mooie druk hebben we dan op die leiding. Ik zet hem op een tegel. Ik durf niet in deze vloer te boren. Omdat dat allemaal betegeld is. En dus om niet voor lekkage te zorgen. Ook niet voor beschadigingen van de tegeltjes. Ik zet hem op een aparte tegel. Dan gaat hij de kelder in. Wordt aangesloten op de leiding. En voor mij is het dan klaar. Nou, hier zijn we dus beland bij dit waterreservoir. Of waterkelder zoals wij hem dus noemen. Hij bestaat uit 2 delen. Hier is een vak van ongeveer 2 bij een goede 1,5 meter. Dan heb je hier via een klein luikje kun je naar deze. Dit is ook weer zo'n toogkelder. Hoe lang die is, weet ik niet. Ik dacht dat die tot aan die betonrand was. Dus dat is ook best wel een aardige opslag aan water wat je daar weer hebt. De pomp, deze leidingen zijn voor de pomp van daar straks. Dit is een suppletieleiding. Hier kan ik het water mee in de tank laten als het dus te droog zou staan. Dat is deze. We hebben, hier zit een waterleiding in. Hij is met een mantelbuis. Die komt op de pomp aangesloten. En deze is dan voor de elektriciteitskabeltjes. De pomp moet natuurlijk stroom hebben, dus vandaar. De ingang van de put is dit. Het is een kleine ingang, maar je hoeft er eigenlijk weinig of nooit in. Dus het maakt in principe niet zo gek veel uit. Het is een betegeld keldertje als het ware. Het moet zogezegd waterdicht zijn. Het is regenwater. Het regenwater komt van het dak af. Staat hier achter een filter. Wordt daar gefilterd, komt in deze kelder terecht en wij pompen het weer naar de installatie. Dit is het nieuwe systeem waterleiding. Er wordt op het moment haast niet anders meer gebruikt als dit. PEC is het. Ik denk dat het wel een leven lang meegaat.